En nadat hij zich had kunnen redden met zijn parachute, was hij door de Duitsers onmiddellijk gevangen genomen. And they took me out, put me in a car, and a little car of four people, two Germans in front, a guard and a man sitting beside me, and they took me into the city, another part of the city, where obviously there was great bomb damage. You could see that there was one building, and it looked like it could have been a school, and there was a man coming out of that building, and he had a child, carrying a child in his arms, a little girl. And that was the most terrible feeling ever, just to see that, your heart just, you know. And they said, what do you say to that? These are your friends, these are your allies. What could you say? He said nothing, but, and just have that terrible sinking feeling. But I never realized that that was part of a much larger tragedy, never knew that. Want ergens in een beeld is blijven hangen van onuitgesproken verdriet. Verdriet vergeet je niet. En de tranen hangen nog op hun wangen als ze terugblikken op die stralende dag. Laatste dag waarop ze haar zusje zag. Verwoeste huizen bouw je weer op. Kinderloze ouders zitten met een krop in de keel. Onnodig leed viel hen ten deel. De waanzin van de oorlog bestaat in vele talen. Het staat beschreven in vele onmenselijke verhalen. Onschuldige kinderen betalen het gelag. Het is gebeurd op 5 april 1943 op een zonnige dag. Dit is Nantes, de vroegere draaischijf voor slavenhandel. Les Anneaux de la Mémoire, een tentoonstelling. Met de nieuwe lente is er nieuw geluid voor hooikoortspatiënten. Ze worden bedacht met nieuwe neussprays en oogdruppels, want de stuifmeelkorrels slaan weer wild om zich heen. En dit is weer zo'n voorbeeld van virtuele realiteit, maar ook hier zitten mensen achter. Alle 5, maandag om 9:30 op TV1. De Ronde van Vlaanderen. Emotie en spanning, tranen en triomf. Een heroïsche strijd in een uniek decor. Op zondag 4 april van 9:50 ononderbroken tot de finish, rechtstreeks op TV2. De 77e Ronde van Vlaanderen is een organisatie van het Nieuwsblad met medewerking van de Generale Bank. In heel Europa betogen tienduizenden werknemers tegen de werkloosheid. De christelijke mutualiteiten verwerpen de franchise, de socialistische zijn niet tegen. De gerestaureerde kathedraal van Antwerpen is weer opengesteld voor het publiek. 50 jaar geleden vielen bij een Amerikaans bombardement op Mortsel bijna 1000 doden. Dames en heren, goedenavond. Op 160 plaatsen in de EG is vandaag gemanifesteerd tegen de grote werkloosheid in Europa en tegen de geringe belangstelling van de Europese instellingen voor sociale problemen.
In Maastricht, een stad met symboolwaarde, zijn vanmiddag zeker 10.000 vakbondsmilitanten uit diverse landen op straat gekomen. In Brussel is vanmorgen door zo'n 1.500 mensen betoogd. Op kop van de optocht een veelzeggend cijfer, 17.856.232. Een vergiftigd paasgeschenk, want zoveel werklozen zijn er in de Europese gemeenschap. Het Europees Vakverbond haalt daarom de oude eis van arbeidstijdverkorting weer boven. Met de 32-urenweek. Maar de vakbonden eisen bovenal dat de Europese gemeenschap een fors investeringsprogramma opzet om de economische groei aan te zwengelen en zo ook de werkgelegenheid. Op de top van Edinburgh is daartoe een aanzet gegeven, maar de vakbonden vinden dat niet toereikend. En tijdens een kort bezoek aan de Europese Commissie gaf voorzitter De Lauw hen in feite gelijk. À court terme, il faut que l'initiative européenne de croissance soit renforcée. La commission a fait ce qu'elle pouvait au niveau communautaire. Nous attendons des États membres qu'ils complètent cette initiative dans la mesure où ils ont des marges de manœuvre. Maar van een versoepeling van de besparingsnormen van Maastricht wou De Lauw niet weten. Ook al heeft de Belgische EG-commissaris Van Miert dat vorige week nog gesuggereerd. Net zoals de vakbonden trouwens. Il y a des critères de convergence établis pour l'Union économique et monétaire. Mais ces critères-là ont été établis dans un moment de croissance économique en Europe. Maintenant, on est dans la récession. Si on continue à appliquer d'une façon dogmatique les critères de Maastricht, on va nulle part. Om deze eisen kracht bij te zetten, werd vanmiddag ook in Maastricht betoogd door zo'n 10.000 militanten, vooral uit België. Uiteraard stond ook de eis voor een sociaal Europa voorop. De vrijgemaakte Europese markt moet gecorrigeerd worden door een minimum aan sociale bescherming voor iedereen. En die Europese sociale wetgeving blijft voorlopig ondermaats, vinden de vakbonden. Tegelijk eisen ze ook maatregelen op fiscaal vlak. Il y a aussi le risque du dumping fiscal. On ne peut pas avancer comme ça. Il y a la libre circulation des capitaux. Il faut qu'il y ait une harmonisation de la fiscalité européenne et même des impôts sur des capitaux au niveau européen. Gisteren werd bekend dat het officiële werkloosheidscijfer in Vlaanderen lichtjes is gedaald. Vandaag blijkt dat het in heel België lichtjes is gestegen. Met name tot even boven 463.000. Dat is een kleine 400 meer dan een maand geleden. De werkloosheidsgraad in ons land loopt daarmee op tot 12,2% van de beroepsbevolking. Tegenover de lichte daling van de werkloosheid in Vlaanderen staat een stijging in de afgelopen maand in Wallonië en vooral in Brussel. Als we vergelijken met maart vorig jaar, ziet de toestand er veel somberder uit. In een jaar tijd zijn er in ons land namelijk officieel meer dan 63.000 werklozen bijgekomen. Dat is een toename met 16%. Overigens zijn er honderdduizenden die een uitkering krijgen, maar in dit officiële cijfer niet worden meegeteld. Zoals oudere werklozen en mensen die met brugpensioen zijn of hun loopbaan hebben onderbroken. Gedeeltelijk werken en tegelijk een gedeeltelijke werkloosheidsvergoeding trekken, dat zal in de toekomst niet meer kunnen. Minister van Arbeid Miet Smet is van plan het systeem af te schaffen. Dat wil zeggen, het blijft wel bestaan voor de mensen die nu in het systeem zitten. Maar er zullen geen nieuwe gegadigden meer mogen bijkomen. Minister Smet hoopt met de maatregel 3 miljard te besparen. Ze wil haar plan wel eerst nog bespreken met vakbonden en werkgevers. Onder andere de distributiesector heeft heel wat werknemers die deeltijds werken en deeltijds stempelen. Het stelsel werd midden jaren 80 uitgedokterd. Met het systeem wou de regering een aantal mensen uit de werkloosheid houden. Wie een voltijdse baan zocht en maar een halftijdse baan vond, kreeg een gedeelte bijgepast door de werkloosheidssteun. Vooral vrouwen gingen op het aanbod in en vonden zo een job in ziekenhuizen of in de schoonmaaksector. Momenteel zitten er zo'n 170.000 mensen in dit systeem. In het voorstel van mevrouw Smet zou de deeltijdse wedden niet meer aangevuld worden met een werkloosheidsvergoeding. Dat zou deeltijdswerk op het eerste zicht minder aantrekkelijk maken. Ik wil het vrijwillig deeltijdswerk stimuleren. Dat wil zeggen mensen die als keuze deeltijds gaan werken en die daarnaast geen stempelvergoeding krijgen. Dus dat ga ik stimuleren. En ik ga dat stimuleren door hen de kans te geven om na een deeltijdse betrekking, indien ze werkloos zouden vallen, op een voltijdse werkloosheid terug te kunnen keren. Dat is voor hen voordelig. Nu bestaat dit systeem niet. En men loopt het risico dat men in een deeltijdse werkloosheidsvergoeding terechtkomt die zeer laag is.
Hoe zit het met de mensen die voor het ogenblik in het systeem zitten? Ik ga zeker niet direct het systeem afschaffen voor hen. Het zou niet rechtvaardig zijn. Ze zijn erin gekomen in goed vertrouwen. We gaan het langzaam afbouwen. En het is misschien interessant van te weten dat er een enorm verloop is binnen de categorie. Bijvoorbeeld, als je op een periode van 1 jaar kijkt, zijn er mensen die... Een derde van de mensen zijn er niet langer dan 1 jaar in. Bij Philips in Hasselt is de staking, die eerder al was opgeschort, nu voorgoed afgeblazen. Bij een referendum heeft namelijk maar 55% van de werknemers voor staken gestemd, terwijl daar volgens het vakbondsreglement 66% voor nodig is. In de Hasseltse vestiging van Philips moeten 800 banen verdwijnen. Minister van Milieu De Batselier zegt dat de Amerikaanse chemiegroep Grace zijn vestiging in Puurs heeft gesloten omdat het een verkeerde investering was gebleken die toch nooit winstgevend kon worden gemaakt. Grace zelf zegt dat het heeft moeten sluiten omdat het nabijgelegen bedrijf Preyon zijn fosforzuurafdeling had opgedoekt. En dat heeft Preyon gedaan omdat het de voorwaarden van De Batselier voor stortvergunningen...